Langzaam wordt het herfst. Deze winter zullen puttertjes op deze distels neerstrijken om dankbaar zaadjes te pikken. Dan hebben ze nog wat te eten. Het gras begint al geel te kleuren en de akkers zijn geoogst. Deze bessen roepen: "Eet mij, eet mij." En deze winter zullen vogels van deze bessen snoepen. Langs paden onder bomen vind je vaak de vliegenzwam. De vliegenzwam is ook rood, maar dat is meer een signaalkleur. Het is een giftige paddenstoel. In Twente werd deze paddenstoel vroeger gebruikt als een middel tegen vliegen. Dat gaat zo. Je trekt het velletje van de hoed, legt het op een schoteltje, strooit er suiker op en vervolgens eten de vliegen van de suiker en dan gaan ze dood. Niet direct iets om zelf te proberen. Paddenstoelen kun je beter laten staan. Ervan genieten, fotograferen en kijken. Jochem en Thomas zullen er blij mee zijn.